Nou, we zijn nu al een eindje onderweg, hè? Ik weet niet, is er al iemand die heel nodig moet? Nee, dat geeft niet, want we komen zo in een natuurgebied, hè? Dus dan kun je wel even bij de Oostvaarders plassen. Ja, dat was wat, hè? De afgelopen winter. Tjonge, jonge. Dat was nog echt wilde natuur, hè? En die actie voerden ze ook echt wilde natuur, hè? Ja, dat was ingewikkeld, want je moet de natuur toch een beetje zijn gang laten gaan. Dus die actievoerders die stonden elke dag voor de vraag, laten we ze nou overleven of schieten we die boswachters af? Ja, weet je, er zijn gewoon te veel grote grazers in Nederland. En die kun je gewoon niet allemaal bijvoeren. Dat is iets heel anders dan grote graaiers. Hebben jullie een beetje verstand van grote grazers? Even kijken. Meneer, zou u eens even op het podium willen komen? Nee, ik wil u even wat vragen, maar dan staat u ook in het licht, hè? Dat is altijd fijn, het licht, hè? Dat is in de kerk, hè? Dat is altijd licht, hè? Heeft u een beetje verstand van grote grazers? Of bent u zo'n grote... Nee, ik heb er een beetje verstand van. Heeft u een beetje verstand van? Weet u wat burrelen is? Nee, precies. Ja, nou, burrelen, dat is het geluid dat een bronstig het voortbrengt. Oh, ja. Ik zal het u even laten horen. Ik weet zeker dat het heeft. Goed luisteren. Ja, weet u? Daar zijn namelijk zelfs Nederlandse kampioenschappen van, hè? Elk jaar. Er zijn mensen die het hele jaar oefenen om Nederlands kampioen burrelen te worden. Dus moet je je voorstellen, zit je s'avonds op de bank met je vrouw, zeg je, ga jij maar even borrelen, ik ga even burrelen. Zou u het ook eens willen proberen? En dan moet u zich indenken dat u bronstig bent, hè? Ja, misschien is dat wel heel lang geleden, maar misschien kunt u zich nog herinneren. Zou u het eens willen proberen? Ja, natuurlijk. Kijk, ik heb hier een... Dan kunt u het achter de microfoon. Moet ik al beginnen? Ja, u mag beginnen, hoor. Ja. Nou... Het is dat de Nederlandse kampioenschappen al geweest zijn, maar u zou een hele goede kans maken. U mag weer gaan zitten. Dank u wel voor uw bijdrage. Geeft u man even applaus. Hè. Ja, ik zou u misschien toch wel rangschikken in het rijtje van kampioenen die dit jaar zijn voortgebracht door Nederland. Want wij hebben veel kampioenen voortgebracht. En Nederland is een geweldig sportland bijvoorbeeld. Hè? Geweldig sportland. Dan begin ik maar eens met dat vrouwenelftal. Die meiden hebben het zo vreselijk goed gedaan. En wat ik dan altijd zo merkwaardig vind, is dat de vrouwen, die moeten zich eerst bewijzen voordat de media aandacht voor ze krijgen. En de mannen krijgen altijd aandacht. Dat is toch een beetje raar. Terwijl het mannenelftal het eigenlijk hartstikke slecht gedaan heeft. Het gaat wat beter, het gaat wat beter. He, natuurlijk andere trainingsmethoden. Heeft natuurlijk ook met budget te maken. En waar train je op? He, in Thailand bijvoorbeeld trainen ze heel erg op uithoudingsvermogen. He, dan gaan ze 3 weken met elkaar in een grot zitten. Ja. En dan dat schaatsen. Ah, oh, die Olympische Spelen. Geweldig. Ik lag net met de griep, joh. Dus ik heb al die wedstrijden gezien. En hoe Willem-Alexander en Maxima al die meiden omhelsden. Zo heerlijk gewoontjes. Dat vind ik zo mooi, hè. En Willem-Alexander heeft dat natuurlijk van huis uit meegekregen. Dat omhelzen en dat schaatsen, dat heeft hij dan vooral van zijn opa Bernhard geleerd. Die was heel goed in omhelzen. Met schaatsen was lastig, want die ijzers die zaten nogal eens scheef, hè? Maar goed. En Tommy, hè? Tommy! Tommy, wedden dat hij dit jaar de Giro gaat winnen?